Okay, let's go. Nicolas Cage Podcast. Nicolas Cage Podcast. Na. Vond je een film van Nicolas Cage leuk? Dan zou het kunnen dat hij in deze podcast zit. Nicolas Cage Podcast. Na. National Treasure. Hallo iedereen en welkom bij National Treasure. De podcast waarin ik, uw host Brandon Kalluy, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicolas Cage Podcast. Mijn gast voor deze aflevering is Jan Verheijen. Wie film zegt in Vlaanderen, zegt Jan Verheijen. De man heeft dan ook een palmares om u tegen te zeggen. Een paar van mijn favorieten zijn Vermist, Dossier K en Het Vonnis. Hij heeft ook meegewerkt aan verschillende tv-programma's achter de schermen, was te zien in panelshows en De Slimste Mens, en heeft ook nog een paar boeken geschreven. Zijn liefde voor film is onuitputtelijk. En ik ben zeer blij dat hij die ook met mij wou delen. Welcome to the Cage Stage, Jan! Na. National Treasure. Die haren die je overal ziet zijn van de kat, trouwens. Ah ja, ik zag ook al een deurmat waarop stond van Beware of the Cat. Ja, dat is een heel discrete kat die ook niet echt sociaal is. Maar s'nachts durft hij ons wel eens wakker maken. Dus zij brengt de nacht door in mijn bureau. Dus elke avond komen we dat beest naar hier. En dan slaapt ze hier vandaar. Oh, lief. Hoe heet de kat? Habika. Dat is een coole naam, Habika. Ja, blijkbaar is er ook, zowel bij honden als bij katten, moet de naam altijd in een bepaald, als het een kat is van een bepaald jaar, moet hij beginnen met een bepaalde letter. En dan moest de letter H zijn. Shit. Habika, ik weet al niet meer, het heeft een betekenis. Anna heeft de naam gezocht. Iets met heerser of zo, en dat is ze ook. Het is een levende illustratie van het gezegde, honden hebben een baasje, katten hebben personeel. Ja, dat ken ik een beetje. Ik heb zelf ook een kat. Ja, Magneto heet die bij ons. Ja. Ah ja, Magneto, goede naam. Ja. Oh ja, dank je wel, partner daarvoor vooral. Grote X-Men fan. En die van ons is ook inderdaad wel een beetje, dat is mijn personeel. Alleen die van ons is ook wel een beetje dom. Dat die iets heeft van, waar is mijn personeel? Ah, jullie zijn in de buurt. Oké, nu kan ik iets doen. Nu kan ik eten, nu kan ik slapen, nu kan ik dit, nu kan ik dat. Ja. Die zit zo in pauze. Als wij er niet zijn. Ah ja, ik weet niet wat zij doet als wij er niet zijn. Maar ook niet veel als we er wel zijn. Dus ik weet het niet. Enfin, zullen ze straks misschien wel zien. Wie weet. Heel grote katten. Guest appearance. Nee, we zijn al niet hier. We zitten binnen nu. Ah. Dus overdag zit ze in huis. Oké, cool. Ja. Zeg, ik mag gewoon Jan zeggen. Ja, dat lijkt mij handig, aangezien dat ook mijn naam is. Ah, wel. Ik dacht nu dat Jean-Michel iets te lastig ging zijn. Bijvoorbeeld, ik zou wel luisteren. Dat er toch niemand anders is, dan denk ik, wat zal ik wel zijn, die Jean. Je wordt een beetje gedwongen ook door de microfoons en al. Dank u wel dat ik hier mag zijn om met u... Zijn wij begonnen? Ja, we zijn al. Wij lopen zo wat door, snap je? Oké. Dus, ja. Als jij zegt van, sorry, wat? Dat hoort er eigenlijk allemaal een beetje bij. Ik vind altijd het fijnste om gewoon wat erin te rollen, want ik heb heel veel mensen die nog nooit een podcast hebben gedaan, iets hebben van, ja, maar what the fuck is dat? Ah, ja. Dus ja. Ik rol daar meestal in. Dag Jan, ja. Grote regisseur, moet ik al eerst zeggen. Dank u, dat is altijd fijn om te beginnen met compliment. Dat stemt mij dan zeer gunstig jegens jou en de podcast. Allee, de podcast is nu al goed, zullen we zeggen. Nee, je hebt keigoed werk afgeleverd. Ik heb het al gezegd toen ik hier binnenkwam, de grote fan van Vermist. Topreeks, topfilm, ook die eerste aflevering. Was keigoed, dus merci daarvoor om dat te maken. Zeer graag gedaan. Ik heb het ook heel graag gemaakt. Ik ben een van die lucky bastards die van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen maken. Dus dat is altijd fijn. Dat is wel zo. Nou, over hobby en beroep gesproken, Lord of War. Eigenlijk kunnen we wel zeggen dat ons hoofdpersonage, Yuri Orlov, ook wel een beetje van een soort hobby een beroep heeft kunnen maken. Namelijk, hij was wel een fan van wapens in deze film. En op een gegeven moment zag hij The Light en dacht hij, ik ga die eens gaan verhandelen. Want dat is de film die we vandaag gaan bespreken. Jij hebt gezegd, oh ja, dat lijkt mij een hele toffe film om te doen. But why?
Maar kijk, Nicolas Cage heeft... Ik zal mij... Hoe zal ik het uit? Hij heeft een zeer gevarieerde carrière gehad. Ja. Met zeer veel hoogtepunten. Misschien ook een aantal dieptepunten. Maar wat ik knap vind aan Nicolas Cage... Want je hebt mij een beetje gedwongen om daarover na te denken. Ja, sorry. Nicolas Cage. Nee. Is dat, heeft dat ook letterlijk in een interview gezegd. En ik geloof hem. Ik geloof zeer zelden wat de acteurs zeggen in een interview. Mm-hmm. Maar hij heeft gezegd dat... ja, ik heb misschien rare keuzes gemaakt. En ik doe misschien te veel films. Maar mm-hmm. we weten allemaal hoe dat komt. Meneer Cage heeft op zeer grote voet geleefd. En heeft er zeer veel geld doorgejaagd. En moet nu gewoon... Ja, er moet per jaar wel wat binnenkomen om zijn auto's, huizen, vrouwen en dergelijke te onderhouden. Dinosaurus-skeletten. Maar los daarvan, hij heeft... En dat vond ik knap. En ik herhaal, ik geloof hem. Hij zei van... Maar elke film... die ik heb aangenomen, mm-hmm. daar heb ik mij voor gesmeten. Ik heb nooit... I never called in my performance. Exact. Ik heb mij altijd... En ik heb verre van alles gezien, want life's too short om sommige van die dingen te zien. Maar in de films die ik heb gezien, meen ik dat ook te kunnen voelen. Mm-hmm. Want je hebt me... Ik vond het een moeilijke keuze. Ik wou geen voor de hand liggende Cage-film kiezen. Mm-hmm. Dus ik was eerst uitgekomen bij Mom and Dad, wat bijna niemand gezien heeft. Wauw, ja. En waarin... Wat een genrefilm is, een horror eigenlijk. Waarin meestal zijn het dan de... je hebt zo'n subgenre Evil Children. Mm-hmm. En dit was dan... Hier is het omgekeerd, want... Hier zijn de ouders die achter de kinderen aangaan. Wat eigenlijk not done is. Wat een van de grootste taboe is in cinema. Never kill a child or a dog. Want dan haakt een publiek af. Dat mag een slachting geweest zijn van op een Eerste Wereldoorlog film. Maar als er een paard zo kanonnenvoer wordt, dan voelt je de zaal. Dan krijg je zo de sharp intake of breath. Dus in die zin, ik vond het moment uit een zeer vermakelijke, interessante, nogal gewaagde film met opnieuw een zeer goede Cage. Maar als je dan gaat kijken naar welke films heeft hij gemaakt die voor mij, hè, want elke appreciatie is subjectief. Absoluut. Die voor mij zeer goed is en onderschat in de zin dat film heeft eigenlijk geen prijzen gewonnen of zo, wat ook natuurlijk maar een heel dubieuze vorm van erkenning is. Maar veel belangrijker, heeft het ook commercieel niet zo goed gedaan. Heeft niet echt zijn publiek gevonden. Ik heb wel de indruk dat hij een lang afterlife heeft gehad op DVD en nu Blu-ray, neem ik aan. En het is ook een film, toen ik hem voor het laatst zag, dat is wel een aantal jaren geleden, bleek hij opmerkelijk tijdloos te zijn. De issues die worden aangekaart in Eikhaal Lord of War gaat over ja, de mensen waar je het maar zelden over hebt of waar zelden over wordt gesproken, maar de mensen die ervoor zorgen dat nu bijvoorbeeld in de Oekraïne wapens zijn. Ja, inderdaad. En die tegelijkertijd natuurlijk ook aan de Russen wapens leveren en die vooral zekerheid wellicht ook al aan de buurlanden volop aan het leveren zijn. Er is geen conflicthaard ter wereld zonder de toevoer van wapens. Vaak zijn die conflicthaarden in gebieden die al op een of andere embargo-lijst staan, mm-hmm. van de Verenigde Naties, van weet ik veel, dus waar officieel niet aan mag geleverd worden. En dan krijg je, dan komen vanuit de schade figuren gekropen, zoals onze Yuri in Lord of War, die inderdaad ervoor zorgt dat degenen die wapens nodig hebben, die ook krijgen. Dus het zijn mensen die eigenlijk gespeend zijn van welk moreel besef dan ook, meestal. Mm-hmm. En die gewoon... het is een beetje zoals kinderporno is nu een heel lastige vergelijking. Maar er zijn wel... Maar goed, ja, maar laten we ons daarop houden. Als er een markt voor is, dan zal er wel iemand zijn die die markt zal bevoorraden. Absoluut. En dat geldt dus ook voor de wapenindustrie, wat sowieso al een heel... Dat is een kwestieuze industrie. Hè. Herinner u al de discussies ook hier in België over de Waalse trots, FN Herstal. Yep. Kijk, als je zo'n fabriek hebt, je weet wat die maken en je weet dat die exporteren, hè, dan kun je dat maar beter wat in de hand proberen houden. Maar dat neemt niet weg dat er heel vaak wapens van FN Herstal opduiken in landen waar wij officieel niet mogen leveren. Nou, hoe zijn die wapens dan daar geraakt? Ja, via tussenpersonen natuurlijk. En wie zijn dan die tussenpersonen? Dat zijn die
internationale wapenhandelaars. De Yuri Orlovs en de Vitalis van de wereld. Maar je zegt ook, dat is heel interessant. Namelijk, ja, het is eigenlijk actueel met de oorlog in Oekraïne. Het was actueel tijdens... toen het werd gemaakt. En het zal altijd actueel blijven, zolang conflicten op slagvelden worden uitgevochten. Het kan zelfs nog actueler. Want gisteren kwam het nieuws uit dat Brittney Griner, de Amerikaanse basketbalspeelster... vrijgelaten wordt in Rusland voor een deal. Ah. Namelijk de wapenhandelaar Victor Booth is vrijgelaten voor die deal te kunnen maken. En moet dat nu niet de persoon zijn waar deze film op gebaseerd is? En een Belg, hè? Victor Bout is een Belg. Dus je spreekt het uit, Boot, maar Victor Bout is een zeer controversiële Waalse wapenhandelaar die al decennia in allerlei dubieuze zaken verwikkeld zit. Maar je nog niet, die heeft geleverd aan de Taliban, aan Al-Qaeda, aan dit en aan dat. Terwijl in de film maken ze dan, het is based on true events, komt er wel een zin in dat hij zegt van ik heb nooit geleverd aan Saddam Hussein, niet omwille van morele redenen, maar hij betaalde zijn rekeningen op dat moment niet. Het lijkt mij heel moeilijk om wapenhandelaar te zijn en niet cynisch. Absoluut, ja. En daar zit de film ook wel echt gesprenkeld in met al van die, ik wil zeggen, Cage/Orlov-weetjes. Of goed bedoelde tips. Ja. Zo al die dingen van, er zijn maar twee tragedies in het leven. Krijg wat je wilt en niet krijg wat je wilt. Ik denk, ja, oké, okay, punt gemaakt, oké, okay, doei. Maar... ja, je zei uiteraard een film. We zitten hier bij een kleine collectie DVD's. Ik denk dat de Bibliotheek van Gent zegt... Goh, ja, dat hebben wij ook niet allemaal. Het is een rare collectie. Vind ik alleen maar positief. Ja, 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 ja. Maar waar is het voor u begonnen? Waar is, denk jij van, oké, dat was die spark van... nu. Helemaal in het begin. Ja, let's go way back. Way where we go back. Oh, we boldly go where no man has gone before. Ja, het is natuurlijk niet zo dat je een precies moment in de tijd kan aanduiden. Ik weet wel nog... Want ik ben een appel die zeer ver van de boom is gevallen. In geen enkele geleding van mijn familiestamboom zit ook maar iemand die iets met film of media of cultuur in de breedste zin van het woord te maken heeft. Dus er is geen genetische verklaring, in ieder geval. Maar ik weet wel dat ik het soort kind was, tot ontsteltenis van mijn goedbedoelende moeder, die op zaterdag namiddag het liefst... voor de televisie zat, ja. En we spreken nu jaren 70, toen de VRT, toen nog het BRT, elke zaterdag namiddag klassiekers draaide. Maar klassiekers in de jaren 70, dat waren films uit de jaren 30, 40 en zo. Van die silent movies? Ja, of? Nee, net geen silent movies, maar het scheelde niet veel. Zo de eerste versie van All Quiet on the Western Front. Ah, zo, en Fred Astaire en Ginger Rogers en Laurel and Hardy en zo. Dus echt zwart-wit. En ik vond dat geweldig. En ik zag er altijd tegenop als de weersvoorspelling goed waren, want dan wist ik dat mijn moeder weer ging zeggen, maar gaan jullie toch buiten spelen zoals de normale kinderen? En ik zat dan veel liever... Dus ik zag vrij veel films op televisie. We hadden toen nog één... Ik ben van Temse, Oost-Vlaanderen. Ik ben van Bornem, oorspronkelijk. Ah, we zijn quasi buren. Ja? En Temse had toen nog één bioscoop. Want vroeger stonden overal bioscopen en Temse moet blijkbaar ooit zelfs vier bioscopen hebben gehad. Damn. En de enige die toen nog open was, was de British Palace. Waarom dat die zalen dan zo heten, ook vind ik altijd mysterieus de namen van... Bij de British Palace. En die overleefde, zoals de meeste nog resterende, onafhankelijke kleine wijkbioscopen of in kleine dorpen en gemeenten. In de namiddag, in het weekend, was dat dan Kung Fu Films en Terence Hill en Bud Spencer. En af en toe is iets normaal. En s'avonds Tiroler seksklechten. Dus daar viel voor mij niet zo heel veel... Dat kende toch? Ik ken dat. Dat was in de jaren 70. Dat was een zeer populair genre in grote delen van Europa. En dat waren... En ik begrijp uw reactie, want dat was iets heel raar. In de zin van,
Ik was toen nog heel jong en onschuldig. Maar als ik dacht aan erotiek of seks, dan dacht ik aan ja, minuscule bikinietjes ronddefilerend op de Copacabana in Rio de Janeiro. Of in de Scandinavische landen, waar ze toch allemaal al een stuk verder stonden. Maar niet aan Tirol. God betert. En dat waren dus ja, eigenlijk heel platte kluchtfilms, waarin dus heel veel bloot te zien was. Was geen hardcore, dat was softcore. En dat was om welke reden... Om onverklaarbare redenen... Enfin, onverklaarbaar. We zitten lang voor de porno gemeengoed. En nu iedereen de computers heeft... Alles is nu gedrukt op uw knop en je neemt ten eerste de beste afrit van de digitale snelweg en het is porno. Yep. Maar toen, in de jaren 70, als je blote tieten wou zien, dan moest je nog naar de bioscoop. En niet iedereen was al aan Deep Throat toe, dus die Tirolers, dat was dan allez, ja, bon, kom. Dus de Tirolers seks. Dus voor mij viel er weinig te halen in die British Palace en ik ging dan zo, toen ik jaar of 15 was, mocht ik dat dan van mijn ouders, dan nam ik, ik had ene vriend die even freaky was als ik, dus wij gingen dan samen, ofwel gingen we naar Antwerpen, ja. Ofwel naar Brussel. En het eerste hoogtepunt van onze week was de woensdag namiddag. Waarom de woensdag namiddag? Op woensdag kwam Le Soir uit met de nieuwe programmatie. Voor alle bioscopen, ja. En dan waren wij dus echt soms een uur zoet met het in elkaar puzzelen van ons schema voor de zaterdag. En toen had je... De eerste voorstelling was om 11 uur of om 11 uur 30. Dus ja. Als we om 11 uur 30 in een Eldorado beginnen met die film, dat is dan tot 2 uur. Dan kunnen we... om 10 na 2 begint dan in de Marivaux. Dat. En zo puzzelden we tot we 3 films konden zien. En dan moesten we de trein terugnemen naar huis. In Antwerpen hetzelfde systeem. Daar konden... Die hadden ze heel vaak... 12, 2, 4, 6, 8. Toen duurde films ook nog anderhalf uur. Nu is anderhalf uur een kort film, heb ik de indruk. Anyway. Dus dan puzzelden wij ons schema in elkaar. En dan zaten we echt heel... Dan gingen we een hele dag van de ene zaal naar de ander. En dat was geweldig. Ik vond dat echt geweldig. Dat was mijn filmschool. Wauw, geweldig. Dat was echt mijn filmschool. Ik heb die lijsten nog ergens liggen, want ik was toen al een volslagen nerd. Ik hield dat ook allemaal bij, wat ik zag. En toen zag ik... 300 à 400 films per jaar in de bioscoop. Dus eigenlijk, alles wat uitkwam, bijna alles zagen wij. Of dat nu Franse comedies waren, of de Neue Deutsche Welle, of enfin, alles. En dat is echt, denk ik, hè, dat is zoals een taal. Je moet je taal onder heel veel spreken. Dus ik zag gewoon heel veel films. Nu zie ik nog heel veel. Ik denk niet geen 300 à 400 niet meer en zeker niet meer allemaal in de bioscoop. Ik heb dat altijd blijven doen. Ik ben daar ook nooit blasé in geworden of zo. Ik ga nu nog altijd graag naar de bioscoop. Vanochtend Violent Night gezien. Heerlijk. Oeh. Ik ben nog altijd een gewillig publiek. Kijk, dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Ja, anders is dat verschil. Ja. Ja, anders moet je ophouden, denk ik. Ja. Als je niet meer wilt ontvangen, dan dat is het probleem. Dat is heel raar. Dat hebben de meeste critici. Er zijn er een aantal die nog met redelijk normaal beginnen. Die echt wel van film houden. En 5 jaar later is daar niks meer mee aan te vangen. Oh, dat is spijtig. Zijn die zo blasé en cynisch en elitair en kan niet hermetisch. Het is heel raar. Ik denk dat die elkaar aansteken. Ik wil maar zeggen, ik ben nog altijd een heel gewillig publiek. Ik zie nog altijd heel veel en heel graag. Als het dan gaat over heel veel en heel graag zien, waar past dan Cage ergens erin? Cage is iemand... Ik heb Cage zien opgroeien, bij wijze van spreken. Hè? Mm-hmm. Peggy Sue Got Married heb ik nog in de bioscoop gezien. Je hebt de carrière van... En dan Moonstruck. Enfin, dus de langzame afdaling in de straight-to-video hell. Ja, dat is inderdaad iets. En dan nu, de laatste jaren, een soort herwaardering. Ja. Toch een soort herwonnen respect. Een aantal toch interessante keuzes gemaakt. Ik weet niet in hoeverre dat keuzes zijn. Dan wel dat Cage nog altijd om de brode zegt van kijk, ik kost een miljoen. Wie dat miljoen betaalt, dan sta ik daar. Ja. Maar we hebben in ieder geval een aantal regisseurs in hem iets gezien dat... De afgelopen decennia misschien wat in de verdrukking was geraakt. Namelijk het spelplezier, het manische. Dat hij ook heel graag doet. Als ze dat juist gebruikt,
denk ik dat dat heel interessant is. En er zijn nu genoeg voorbeelden. Eigenlijk heeft hij de afgelopen jaren een aantal super interessante films gehad. Pig, The Unbearable Weight of Massive Talent. Ja, voilà, geweldig goed. Mandy vind ik ook een van de betere. Mandy vind ik gruwelijk overschat. Ja? Maar tot daartoe. Dan raad ik je zeker aan om als dit seizoen uitkomt, om de aflevering over Mandy te gaan luisteren. Want mijn gesprekspartner maakt wel een paar interessante punten. En wie is uw gesprekspartner voor mijn Mandy? Mijn gesprekspartner daar, dat was Lisa. Nee. Oh, Silke, sorry. Silke was mijn gesprekspartner. Lisa heb ik gesproken over Vampire's Kiss. Okay. Ik heb met Silke gesproken over Mandy. En... over Mandy was zo de eerste waar inderdaad zo'n sfeer rondging van, dat is toch wel heel bijzonder. En ja, ik weet niet. Ik vond dat... Ik durf het bijna niet zeggen. Gewoon doen. Ik vond dat pretentieus. En ik knap af. En zeker binnen het horrorgenre. Horror en pretentie gaat zeer zelden samen. Ja, dat snap ik. De enige die een van de weinige uitzonderingen op de regel was vorig jaar zeker. Die film van... ik ben de naam even kwijt. Een ritueel. De studenten die dan naar Zweden trekken. Midsommar. Oh, die was keigoed. Maar Midsommar is ook eigenlijk een pretentieuze film. Ja, dat en daar, snap ik wel, en ja. Daar was ik wel mee. Ja. Dus het is niet zo dat... het gaat door de verpakking. Maar, de laatste jaren is wordt Cage herwaardeerd. En dat vind ik wel fijn. Omdat op een of andere manier ik te weinig weet van Nicolas Cage privé. En hoe die is. Ik hoor ook geen horrorverhalen van hoe hij zich zou misdragen op sets en zo. Dus ik heb een zekere sympathie voor Cage. Als een... Ik denk dan, het is een weirdo, maar het is misschien een sympathieke weirdo. En hij heeft in ieder geval een hoop films gemaakt die ik echt graag heb gezien. En waarvan Lord of War met name een van de meest onderschatte is. Omdat het is ook een van zijn meer... Als je de scale of Cage... Dan is dat een vrij ingehouden vertolking. Absoluut. Het is dus zeer... Ik wil zeggen, richting realisme gaand. En hij injecteert wel zijn gebruikelijke energie in die rol. Want dat personage is een heel dynamisch personage. Is ontzettend actief. Staat bijna nooit stil. Nee, in inderdaad. Film. Loopt van de trap van een vliegtuig op. En dan, dus hij is altijd op een of andere manier gejaagd en gehaast. Maar toch... Is dat zonder dat manische dat hem later of dat hem in een aantal eerdere andere rollen al heeft gekenmerkt? Ja. Dus ik vind dat dan knap dat je dat ten eerste hij als acteur dat hij zich op dat moment ten dienste stelt van die rol en of dat de regisseur er is in geslaagd om te zeggen, want ik neem aan dat de meest gegeven regieaanwijzing aan Nicolas Cage is, Nicolas, a bit less. Denk je? Tenzij dat je natuurlijk wilt dat hij doet. Maar als je in het... Ik denk dat de manische Nicolas Cage voor Lord of War niet juist zou geweest zijn. Omdat je dan van het personage een karikatuur dreigt te maken. En nu, wat jij zei, ze vond dat eigenlijk wel grappig, hij heeft ook van zijn hobby zijn beroep kunnen maken. Het is geen monster. Het is omdat hij geen keuzes maakt, eigenlijk. Niet omdat hij een soort niveau van onthechting bijna heeft bereikt. Hij geniet ook niet van wat hij... uiteraard is hij verstandig genoeg om te weten wat er met die wapens wordt aangericht. Absoluut, dat wordt ook verteld. Hè, als Jack hem oppakt, zit van... Ja, kijk, maar uw kogels zijn wel daar en daar mee bezig. En hij zegt van, kijk, het leest van al zou ik graag willen dat ze ermee gaan vuren en dat ze alle kogels missen, zolang ze maar vuren. Ja. Het is puur... Ja, of zo, just business. Het is zo wat hij hanteert ook. Ik denk niet dat hij het letterlijk zegt, maar het is zo'n beetje zoals die slogan van de NRA, de National Rifle Association. Guns don't kill people. People kill people. Dus de auto-industrie weet ook dat er elk jaar wereldwijd tienduizenden doden vallen in verkeersongevallen. De tabaksindustrie weet zeer goed en al heel lang dat roken dodelijk is. Dus in die zin zoekt hij...
hij verwijst er niet letterlijk naar, maar je hoort het hem zo denken. Van, er zijn eigenlijk wel meer dingen die gemaakt worden, mm-hmm. die niet goed zijn voor ons, maar die desalniettemin... En je hebt dan ook nog een ander soort... alibi, bijna. Als je alleen wapens zou verkopen aan de bad guys, ja, dan zijn de good guys kansloos. Ja. En je weet nooit soms, of je weet soms niet wie de good guys en de bad guys zijn. Dus true, hij zorgt, ja. Dus hij beantwoordt aan een vraag van de markt. Dat is zijn stelling. Exact. En als het dan toch gaat over die wapens, een heel grappig feit vond ik. Onze regisseur Andrew Niccol, die heeft een aantal wapenhandelaars gehad voor het maken van zijn film. Er zitten namelijk 3000 echte wapens in deze film. Die SAVZ 58, die zijn gekocht voor deze film. En je ziet die ook als je de grote exposé hebt van Welcome to the Gun Show. Dat is ook alle galerijen van wapens van verderaf. They are all real. Ja. Allemaal echte wapens. Ze moesten dienst doen voor AK-47's. Nu, als er close-ups zijn van die wapens, dat zijn dan wel neppen, want ja, dat is het verschil zie je. En ook, er zitten een paar shots in, als de Sovjet-Unie gevallen is, dan zegt hij van, yes baby, oké, wij gaan nu naar de Sovjet om daar alles op te halen. En je ziet daar een hele rij aan tanks. Ja, die waren daar ook echt, waren ook echte tanks, en die hadden het idee van, dat is goed, je mocht die gebruiken, zei die wapenhandelaar, je mocht dat echt gebruiken. Maar wel binnen een korte tijd, want ik moet die nog verkopen aan Libië. Dus het is nu te filmen of het is niet te filmen. Ja. Dus ze hebben op een hele korte tijd dat moeten doen. En ja, ze hebben steeds, als ze dan zo van die grote shoots gedaan hebben, tegen NATO, dus de NAVO, moeten zeggen, als je een telefoon krijgt, negeer dat. Dat zijn wij. Oké? Okay? Terwijl, aan de andere kant, ze maken dan zo'n film en ze zoeken dan naar geld. Hè. Wie gaat die film betalen? Niemand in de States. Waarom? Ja, de States en internationale wapenhandel is toch niet zo goed. Dus de enige Amerikaanse company die erachter zit, is zijn eigen company, Saturn, als producer. En al de rest is... Is foreign money? Ah, is foreign money. Okay. Ja, dus dat is iets van... We kunnen dat toch ergens niet maken, dat we dat gaan doen. Ja, terwijl het nogthans een film is die ergens over gaat. En dat heel toegankelijk verpakt, vind ik. Overigens dat hij niet echt ver moet zoeken. Hè. Er is een zeer beroemde Amerikaanse filmproducent, eigenlijk Israëlisch-Amerikaans, mm-hmm. die zijn fortuin heeft gemaakt in de wapenhandel, Arnon Milken. Oh god, is dat? Dat was een internationaal wapenhandelaar, dat was Yuri. Enfin, shit. Arnon Milken is en dat is, die man heeft geweldige klassiekers gemaakt, heeft nog Regency, mm-hmm. Enterprises is nog altijd een van de grote Amerikaanse ding, onafhankelijke producenten die veel met studios werkt. Dus ik wil maar zeggen, dat heeft mij ook altijd geïntrigeerd. Ik heb die man nooit ontmoet, maar zo die Arnon Milken, ik vind dat een heel merkwaardige spagaat, dat je enerzijds internationaal wapenhandelaar bent en anderzijds heel mainstream, grote, interessante vaak ook, Amerikaanse films maakt. Overigens, als mensen een double bill zouden willen doen, kan ik als tweede deel van de double bill, je moet beginnen met Lord of War, en dan is er een geweldige film die een paar jaar geleden is gemaakt, die het eigenlijk ook niet zo heel goed heeft gedaan, Dogs of War. Een komedie. Ja. Ja. Een satire, ook gebaseerd op ware feiten, van twee jonge gasten die ontdekt hadden een soort loophole in de contracten van het Pentagon, dat eigenlijk iedereen mag meedingen naar overheidsopdrachten. Ja. En zij hebben zo'n geweldige overheidsopdracht binnengehaald voor wapenleveringen. En dat is echt een hilarisch verhaal. Dus de combinatie Lord of War en Dogs of War is eigenlijk een uitstekende filmavond. Oeh, dat moet wel tof zijn. Oké, we zullen een keer... Ja, belken doen naar de cinema's. Dogs of War is helaas niet met Nicolas Cage, maar goed. Offers moeten gemaakt worden voor een fijne avond. want wat ook dan in dat verhaal past van... Ja, gedeeld wapens, gemaakt films. Op het einde van de film komt er zo'n boodschap van... This is based on true events. Maar ook dat China, Rusland, de UK, Frankrijk en de US... zowel de grootste handelaars zijn in wapens... als ook de vaste leden van de VN-veiligheidsraad. Ja. Dus hoe drijft je dat dan? Ja, maar, dat vind ik nu niet noodzakelijk. Ik ga je verbazen, of niet? Verbaas dat me. Vind ik niet noodzakelijk een contradictie.
Omdat... Je hebt de wapens nodig om vrijheid te creëren. Ja, ja, dat snap ik. Hoe contradictorisch het ook klinkt, soms heb je oorlog nodig om vrede te bereiken. Absoluut. Dat ben ik en helemaal dat gaat natuurlijk over... Dan moet je als Hitler op een bepaald moment Europa binnenvalt, ja, dan moet je terugslaan. Of dan moet je op zijn minst verdedigen. En daar heb je ook wapens voor nodig. Oekraïne heeft wapens nodig om... Dus af en toe kom je in een situatie terecht waarbij de agressor alleen maar reageert met gelijke munt... Kan betaald worden. Want dan, ja. Ja, je kan ook nooit onderhandelen vanuit een positie van zwakte. Absoluut, nee, want er wordt toch niet naar geluisterd. Zeker dus in die zin vind ik het niet contradictorisch dat die landen die je nu opnoemt ook lid zijn van de Veiligheidsraad. Nee, dat snap ik wel. Maar ik vind dan wel interessant of grappig dat ze zeggen van, ja, wij doen dat. Oké, okay. Kunnen we dan geld... Nee, dat niet. We gaan geen geld sponsoren in zo'n film met zo'n boodschap. Ah ja, op die manier. Oké, ja. Op die manier. Maar... Want ik snap wel natuurlijk dat... I mean, je moet je serieus kunnen verdedigen, anders pakt dat ook niet. Zo simpel als dat is het dan ook weer. Een ander... Want je sprak de rest ook over filmtaal. Er zit ook een heel grappig weetje in over taal in deze film. Namelijk, er wordt heel wat Russisch gesproken in deze film. Zeker door de oom van onze Yuri. En blijkbaar zou dat Russisch mat zijn. En wat is Russisch mat nu eigenlijk? Ik heb het zelf moeten opzoeken ook. Zeer, zeer, zeer grof taalgebruik. Aha. Dus... En dan, toen ze daar bezig waren met die film, ja, die acteur, ja, die gaat gewoon, die doet zijn ding, keigoed, kwamen ze daarachter van, ah, shit, dat is eigenlijk niet zo kosher. Dus we gaan er iets mee moeten doen. Dus in de ondertiteling, als je de DVD bekijkt, of nu de bioscoop nog een keer zou terugkomen, de Engelse ondertiteling is zeer opgeschoond. Dus ik zou zeggen... Afgezwakt. Ja. Afgezwakt. Dus pak een keer iemand mee die echt Russisch kan spreken en vraagt hem, wat heeft hij nu eigenlijk echt gezegd? Ja, ja. Dat zal niet zijn, you stupid donkey, maar... Allez, Ja, iets met die donkey die in die ijs wordt gefukt of zo. Er moet iets in de ijs zitten. Ja. Dat moet ook wel. Dat kan ook niet anders. Want als het dan gaat over de reality van deze film, dat vond ik heel interessant bij het opzoeken van deze film. Er zitten heel veel echte mensen in deze film waarop het gebaseerd is. Bijvoorbeeld André Baptiste Senior, dus de warlord in deze film, is gebaseerd op de vorige president van Liberia, Charles Taylor. Convicted warlord, 22e president van Liberia, van de People's Redemption Council en daarna van de National Patriotic Partij. Oftewel, ook wat je in de film ziet, de ene vrijheidspartij wordt vervangen door de andere vrijheidspartij. Dus ze zijn allebei echt even verschrikkelijk. Ja. Hij kreeg 14 kinderen. En twee daarvan heeft hij geadopteerd, waaronder Charles Chucky Taylor. En dat is dan André Baptiste Jr. die dat je ziet. Chucky is gebaseerd op de pop uit de gelijknamige. Vandaar dat hij altijd blij is aan het schieten is. Ja, ook echt die gast, die Chucky, die heeft de Demon Forces opgericht. Allee, officieel de Anti-Terrorist Unit. Ja. En die zit nu in de cel voor 97 jaar. Dus tegen de tijd dat deze uitkomt, 96 jaar. En een andere dat we ook nog hebben, Ian Holm, geweldig goede acteur. Oh, Ian Holm, geweldig. Altijd goed, Ian Holm. Ook in deze, hij incasteert zo mooi dat hij in het begin, dat je dan krijgt van, wie de fuck zeg jij nu? Kom aan de kant. Om daarna de coin te flippen en te gaan van, ah ja, shit, nu sta ik aan de ene kant en ik heb u nodig. Ja. Omdat hij daar met die emoties speelt, fucking love that. Daarom heb ik hem ook gekozen. Het is echt... Zeer goed geschreven, zeer goed gespeeld, zeer goed geregisseerd. En dat allemaal toch weer met die bijna vanzelfsprekende technische superioriteit die Amerikaanse films kenmerkt. Het heeft ook een enorme production value. Oh, ja, absoluut. Ja. En wat het een hoge graad van realisme geeft. Nee, ik vind het echt heel goed. Dat snap ik. Ik heb heel net... Dat was ook een van mijn favoriete Cage films, zeker toen ik jonger was. Mm-hmm. Zo... Mijn Cage-fascinatie is begonnen met mijn moeder. Een beetje wat eigenlijk die van u ook heeft gedaan. Je kijkt heel veel films op televisie. Ja, dus echt zo, pak de Vitaya, de VTM, 12. Dus ik weet niet hoeveel VTM's dat er nu zijn, maar veel. VRT, je kijkt heel veel films. Ja. Dus die heeft Netflix nu, dus die komt niet meer van de bank. Ja. En ik weet nog dat ik een keer thuis kwam van school en ik zag City of Angels. Ja. En ik dacht, wat is deze? Wie is die mens?
En ik was daarin gehokt. En dit is een van die films die ik zelf heb gekocht. Met het idee van, oké, deze spreekt me aan. Ik weet niet wat het is, maar ik ken die mens. Dat is ooit een engel geweest. We gaan. Ja, ja. En die blijft bij mij ook zo wat doordraaien af en toe. Zo, je hebt heel veel op YouTube en op TikTok ook stukjes uit die film. Yes? Ja, yeah, man. Die gaan van, wist je van dit van deze film of dat van deze film? Ja, dat blijft wel doorleven. Dat is toch... Hè? En is het Meg Ryan de tegenspeelster? Wie is de tegenspeelster? Nee, de tegenspeelster is Bridget Monahan. Mooi nagaan. En dat is toch die remake tussen aanhalingstekens van Der Himmel über Berlin, hè? Is bedoelt je City of Angels? Bedoelt City of Angels, hè? Ja? Ja, dat is inderdaad de remake. Toch, en dat is met Meg Ryan, inderdaad. Ja, dat is met Meg Ryan. Ja. Ik dacht dat over deze film. Nee, ik denk dat jij de eerste mens bent die ik ooit ontmoet die dan een referentiefilm vindt. Ik zeg ook niet dat het goed is. Nee, ik vind dat Puma. Nee, maar dat bevestigt wel mijn theorie. Dat is niet mijn theorie, dat is een algemene theorie. Ja? Films die je ziet tussen je, laten we zeggen, 14e en 18e, blijven langer hangen en zijn veel bepalender dan dingen die je daarvoor of daarna ziet. Je ziet dat ook zo. Ik ben van de generatie met de Erik van Looy en Frank van Mechelen en Punt. Wij zijn heel zwaar beïnvloed door de intelligente Amerikaanse publieksfilm uit de jaren 70. Omdat dat de films zijn die wij op 15, 16 jaar leeftijd in de bioscoop hebben gezien. Erik is van de Poseidon Adventure, ik ben van Jaws. Maar dat zijn de dingen die... Wij zijn ook de eerste generatie die films is beginnen maken die eigenlijk niet beïnvloed was, of die niet Europese arthouse cinema, die niet zo zaten te kauwen op Jean-Luc Godard, Godbedert of Fassbinder. Nee, wij zagen dat. Wij gingen dat ook allemaal wel zien, maar dat was meer van moetens. Als het van ons had afgang, gingen we voor de derde keer naar Jaws geweest zijn, in plaats van naar die Eder Maria Braun. Ja, ik heb zelf audiovisuele vorming gehad als vak op middelbare school. En daar zeiden ze zo van, ja, kijk thesis of kijk dat is. En bij mij heeft dat zo'n deur opengezet. Ik weet nog dat ik... Maar wat lieten ze jullie dan zien? Oh, wij moesten naar de bioscoop. Welke deuren zijn opengezet? Bij mij zijn David Lynch bijvoorbeeld is daar opengezet. Maar welke? Want je hebt een David Lynch die interessant was van Twin Peaks, bedoel ik. De David Lynch die niet meer te volgen was. Hè? Ik heb het dan over een... Na Eraserhead heb je die Elephant Man. Elephant Man heb ik toen ook gezien. De Straight Story en dat Twin Peaks, dat was inderdaad super interessant. Dat vond ik ook echt. Maar daarna is het wel heel erg geworden. Hè? Ik heb hem niet bijgehouden, ik moet dat wel zeggen. Ik heb een aantal dingen van gezien. Je hebt dezelfde periode van Lynch. Ja, ook heel veel Tarantino, want ja, maar mijn pa kende die God, wel, maar die is dus van, ja, ik ken dat wel, maar ik heb dat nog niet gezien. En daar hing een poster in ons lokaal, want dat ligt zo een filmposterlokaal, ook zo American for a Dream toen ook gezien, ja, ondersteboven van uiteraard. Direct aan mijn moeder, jij moet die film zien, gaat ze van, waarover gaat dat? Gewoon zien. Ziet dat ga je tof vinden. Die geraakte even ook niet meer van de bank af van wat heb ik nu eigenlijk net gezien. Tarantino daar ook leren kennen. Godard ook leren kennen. Tati ook bij mij opengegaan. Geweldig goed. Maar wij moesten ook dan naar films gaan in Gent was die school. Dat was dan de Sphinx en de Scoop. En de Dicascoop mochten niet op straffen van uitsluiting, neem ik aan. Nee, ja, dat mocht in de kelder gaan zitten met je boeien aan. En dan moest je alleen maar kijken naar reruns. En je mond spoelen met bruin zeep. Ja. Voilà, exact dat. Dat vond ik een heel fijne periode. Natuurlijk. Omdat, je krijgt gewoon zoveel op je bord. En dan zeggen ze tegen u, ja, doe maar, hè. Ga los, hè. Ja. Dat is heel fijn als acteur, om te gaan van, oké, mijn medestudent heeft een idee. Ga je mee? Maar ook zelf, van, ik heb dat uitgeschreven. En de geen ja, goed, we doen dat. In de kelders van school, de camera meepakken. Golden times, man, golden times. want een van de gaatste momenten, vind ik, aan deze film, hoeft voor mij ook niet Nicolas Cage daarin te zijn zelfs, maar is de intro. The Life of the Bullet. Ah ja. Dat geweldig nummer krijgt, For What It's Worth, gezongen door Buffalo Springfield. Dat je, heel die rit van die kogel meemaakt. Want je krijgt daardoor wel de feel. Hij begint met... There are over 1 million people and firearms. That's one for every 12 American. Your question is... How do we arm the other 11? Dan komt dat nummer. En je zei voor mij direct mee. Ik heb niet meer nodig dan dat klein introken en dan die live. Omdat je gewoon ziet alle
plaatsen waar je gaat, naartoe gaat. En dat is... Het is nu heel grappig dat je dat er... Enfin, grappig. Het is een goede observatie. En ik ga een parallel maken met een film die nu net uit is. En waar een soortgelijk principe wordt toegepast. En wat ook een ongelooflijk imponerende openingssequentie is. In Westen niets Neues. Eigenlijk de eerste Duitse verfilming van het klassieke anti-oorlogsboek All Quiet on the Western Front. Ja. Duitse inzending voor de Oscars dit jaar. Netflix film. Big budget. En die begint eigenlijk... En dat vond ik... Het is een bedenking van de regisseur, of een bedenksel van de regisseur. Mm-hmm. Regisseur-scenarist. Dat komt niet in het boek voor. Maar de film begint met een soldaat die sneuvelt aan het front. Ja. En dat lijk wordt afgevoerd, dat wordt op een hoop gegooid. Die warme jas, hè, de soldaatjas, wordt eruit getrokken. Die wordt samen met andere jassen in een bundel gedaan. Dat gaat op transport, dat transport komt uit. Dat transport wordt gesorteerd, dat gaat naar een enorme wasplaats. Al die kleren worden gewassen, die worden nog eens nagekeken. Die gaan dan naar een atelier, naar een naaiatelier. En de kogelgaten worden daar in dichtgemaakt, die wordt nog een laatste keer nagekeken. En dan komt het terecht bij een recruit, een jonge enthousiaste recruit, die zich aanmeldt voor dienst te doen. En die krijgt zo'n bundel met zijn uniform en zo. En die gaat buiten en die ziet dat in dat uniform een foute naam hangt. En die gaat terug naar dat tafeltje met die officier. Zegt, ja, het zou kunnen dat ik iemand anders zijn uniform heb gekregen. Ah, dat zal zeker te groot geweest zijn voor hem. Die trekt dat etiketje eruit, gooit dat op de grond en de camera zakt naar de grond onder die tafel en er liggen tientallen van die etiketjes. Dat is zo'n briljante vondst. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als de kogel in het begin van Lord of War. Omdat je dus door het volgen van een object de industrie, de oorlogsindustrie, geïllustreerd krijgt. Het is zo slim en... Wow, oké, dat is een film dat ik direct moet zien. Ja, dat moet echt, het is geweldig. Het is natuurlijk in Westen niets Neues. Het is natuurlijk... De moeilijkheidsgraad van dat soort films is... We weten dat, hè. War is hell. Ja. We weten dat. We hebben Saving Private Ryan gezien. We hebben tientallen oorlogsfilms gezien. En toch vond ik dat die film er is in geslaagd om... Ja, het is sowieso interessant om het vanuit een Duits perspectief te zien. Mm-hmm. Want blijkt dat de meeste van die jongens, ja, die wisten ook niet beter. Hè. Ah, nee, die zijn in de val gelokt. Dat was ook kanonnenvoer. Dus, en het is ook vooral zo vernuftig gedaan. Het is heel hard. Het is ook echt wel heel hard. Het is niet echt een kerstfilm. Maar bon, het komt ook niet uit bij kerst, nee, hoor. Het is echt hard. Maar ik vond het toch wel weer... Het is niet op. Het idee van, je begint eraan, maar ja, weer een oorlogsfilm, kom. Mm. En dan merk je toch dat er nog altijd verhalen te vertellen zijn. Ja, dat is inderdaad. En die relevant zijn en die ook zeer, ik durf het bijna niet zeggen, onderhoudend. Het is echt zeer goed. Je zit er gefascineerd naar te kijken. Je bent geëmotioneerd. Pik ik dan knap. Dan denk ik van, wow. En er zit, om even op dat punt door te gaan. Mijn vader is een hele grote Wereldoorlog 1 en 2 kenner. Fan. Kenner. Ik dacht niet fan gebruiken. Ja, maar kenner. Dus, ja. En dat heeft hem ook. Hier kijk naar Der Untergang, dat ga ik goed vinden. Kijk, tof. En er zit ook heel veel humor in, vind ik. Omdat een van mijn favoriete oorlogsfilms is een vrij recente: Jojo Rabbit van Taika Waititi. Ja, Jojo Rabbit is een interessant geval. Ja. Ja. Ik was daar, daar wist ik het niet goed van. Wat moet ik nu vinden? Ik vind dat interessant, omdat het is een heel klein verhaal op een grotere schaal eigenlijk gezet. Dat plus de stijl dat hij brengt in al zijn werk. Ik weet niet of dat technisch allemaal klopt, of dat allemaal goed... Dat weet ik echt niet. Maar het spreekt mij enorm aan. Het is wat quirky, het is wat vervreemdend en toch herkenbaar. Dus ik vind dat wel lekker smaken. Ja. Wat ik ook heb met zo van... om terug te brengen naar... Dat is ook een beetje misschien de kern die ik heb met Nicolas Cage. Dat ik het heel vaak denk van, what the fuck is dit? Ja, ik snap dat. Het is inderdaad een acteur die... Hij springt er wel uit. Het is niet
Ja, het is altijd wel Nicolas Cage. Ja. Een variatie op. Maar het zijn al, ja, vaak toch interessante variaties. Een vraag die ik heb, want ja, je bent een filmregisseur, je bent bezig met uw film te maken. Maar dan ook denk ik met, ja, hoe doet hij het? Hoe belangrijk zijn reviews voor jou als regisseur, maar ook als filmfan? Oh, totaal onbelangrijk. Oké. Okay. Ik heb nog nooit... Enfin, het hangt vanaf. Er zijn ik ben eigenlijk gestopt met het lezen van recensies na mijn tweede of derde film of zo. Mm-hmm. Omdat ik heb nog geen enkele recensie gelezen waar ik iets aan had. Waarvan ik dacht van, wow, wat een verfrissend inzicht. Ja. Meestal, ja, zijn al blij als je naam juist spellen. of dat de samenvatting niet te onnozel is. Of dat... Nee, nu, ik weet natuurlijk niet, misschien zijn er in Kroatië of in Peru mensen die heel interessant over films schrijven. En ik ken natuurlijk ook niet alle reviewers ter wereld. Wat ik op een of andere manier betrouwbaar vind, is Variety. Ik vind de recensenten van Variety echt zeer, zeer goed. Ik las vroeger zeer graag, hij is al een tijdje dood, Roger Ebert. Ah, de grote Roger Ebert, ja. Ik was daar ook niet altijd mee eens. Was eigenlijk een zeer reactionaire mens bij momenten. Die horror bijvoorbeeld, dat was bijna altijd... Dat was hem altijd kwaad en dan ging hem op kruistocht. Er is een Engelse reviewer, Kim Newman, die ook vooral ook een paar mooie boeken heeft geschreven over horror. En je had... Ik weet niet hoe het nu nog is. Vroeger las ik ook heel graag Empire. Dat is het enige filmmagazine waar het dédain en het elitarisme niet van afdroop. Waarvan je echt voelde, dit is geschreven door mensen die, zoals wij hier nu over film zitten te praten, tijdens hun lunchpauze op de redactie ook over film zitten te praten. Ja. Dat zijn mensen die blij... Oh, morgen is persfeer. Die niet zo... Oh, kunnen daar geen link van sturen? Zo, die sfeer. Dus daar ben ik nogal gevoelig aan. En verder heb ik een grote levensles gehad van... de regisseur Barry Sonnenfeld. Ik heb ooit een tijdje voor een internationaal bedrijf gehad, Polygram, waar ik internationaal distributie voor deed. Daar kwam je eens iemand tegen. Enfin, dus die Barry Sonnenfeld, is begonnen als director of photography voor de Coen Brothers. En dan heeft hij zijn eerste film gemaakt, The Addams Family. Oeh, cool. De eerste filmversie van The Addams Family. En dan heeft hij Cat Shorty, enfin, nog een aantal dingen. En ik weet niet meer de context, maar ik zat dus bij die man. En die was aan het vertellen, ik weet niet hoe dat dan opgekomen waren, maar het ging dan over reviews. Ja. En het is een verhaal dat ik al een paar keer heb verteld, maar als mensen mij vragen over reviews, dan gewoon geef ik altijd, omdat ik het zo revelerend vond op een of andere manier. Ja, dus hij zei van, na Get Shorty, de Addams Family was echt met de grond gelijk gemaakt. Dat was commercieel, allee, dat was verschrikkelijk. En is dit een man die ooit voor de Coen Brothers, heeft hij dan niets geleerd? Enfin, die sfeer. en dan maakte hij Get Shorty. Een Elmer Leonard verfilming, die zeer goed werd onthaald. Dus zijn een publicist, want al die gasten hebben een agent en een publicist en een entertainment lawyer en weet ik veel. Een allemaal, entourage van heb ik een je entourage. Daar. En hij zei, ik was thuis en de bel gaat en het was een koerier van met een publicist met twee mooi in leer ingebonden mappen met allemaal de reviews van Get Shorty. En mijn publicist was zo vriendelijk geweest om een korte summary te maken. En het waren 87 reviews, waarvan 3 negative, 5 undecided en al de rest positief. Oké. Okay. En ik zei, hij ging naar zijn zwembad, zijn pool, van zijn poolhout zitten. Maak die doos open, haalde de eerste map eruit, sloeg die open en begint de eerste review te lezen. En halverwege die review is hij gestopt. Okay. Heeft hem die map dichtgeslagen en die terug in die doos gestoken. En dan liet hij een korte pauze, want het is een zeer goede verteller, zolang dat ik kon vragen, but why, Mr. Sonnenfeld? Why? En eigenlijk, het ging nog iets verder, dat die twee dozen, maakte die dicht en ging die dan in zijn garage zetten onder de versleten honkbal dinges van zijn kinderen en zo. En toen pas kon ik zeggen, but why, Mr. Sonnenfeld? En toen zei hij, het is eigenlijk heel simpel. Als je zit te genieten En al die positieve reviews gelooft, dan heb je geen andere keuze, als je consequent bent, om ook die shitty reviews te geloven. En het zijn dezelfde idioten die ze schrijven.
En dat vond ik zo slim. Dat, en inderdaad, dat is waar. Het is, om een ander gezegde te parafraseren, a review isn't worth the paper it's written on. Omdat elke appreciatie subjectief is. Je bekijkt films met je eigen culturele achtergrond, met je emoties van het moment, met je referentiekader waarover je beschikt. En het is dus perfect normaal en perfect aanvaardbaar dat er mensen zijn voor wie Dirty Dancing levensveranderend was. Net zoals ik, als ik heel erg mijn best doe, dat er mensen zijn wiens leven is veranderd door Jean Dielman, zijn kantje de commerce Bruxelles. Hoewel dat ik denk, zoek dan hulp. Maar goed. Dus in die zin is dat allemaal geblaad. Ja. En is de enige echte vorm van waardering, bums on seats. Mensen die uit vrije wil beslissen in hun auto te kruipen, naar de cinema te rijden en uw film te gaan zien. Dus ik ben wat dat betreft... En je kan natuurlijk, ik weet ook wel... Ik vind het is gewoon zeer moeilijk om die subjectiviteit uit te schakelen en te gaan objectiveren. Je kan natuurlijk van... Er zijn heel veel films die, waarvan ik weet... Die hebben een filmhistorisch belang. Ja. De Jazz Singer is niet om aan te zien, maar was wel de eerste klankfilm en die heeft een revolutie ontketend. De meeste films uit de Nouvelle Vague, daar zitten aan te kijken van... Kei, maar die waren eind jaren 50, hebben die iets in gang gezet. Dus veel films hebben een filmhistorische betekenis, maar hebben de tand destijds niet doorstaan. Terwijl andere films, vaak genrefilms, ja... dat veel beter hebben doorstaan. Dus het is ook... Ik stel dat bij mezelf vast. Ik heb een dochter die nu 17 is geworden. Dus ja, je is dan te wachten om die films te laten zien. Die moeten naar kijken. En vaak zie ik dan ook dingen terug. Voor het eerst. Hè, films die ik gezien heb toen ik 15, 16, 17, 18 was. Die ik dan gekocht heb ooit op DVD. Die dan in het plastiekje nog staan. En dan denk ik, het is de moment. En dan gaat hij met je dochter in ons zaaltje zitten. En dan zet hij die film op. En na een kwartier denkt hij van... Ah, what was I thinking? Dus dan blijkt die film toch niet alleen een kind van zijn tijd te zijn. Maar vooral een kind van uw tijd. Ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Ik was in der tijd in 1985 kapot van St. Elmo's Fire van Joel Schumacher. Ik zag voor het eerst mensen van mijn leeftijd... Ik vond dat heel realistisch. Ik kende natuurlijk niemand die zo knap was als Demi Moore of Rob Lowe. Maar goed, ja, dat raakte mij op een andere manier. En dus dan 20 jaar later... Voor het eerst sinds 1985 schuif ik dat in de player met Anna erbij. En dat is heel raar. Dat is... Dat werkte niet. En Anna draait zich om na een kwartier, 20 minuten en zegt, papa, moet ik daar nu echt naar blijven kijken? En mijn hart bloedde, maar ik snapte. Snapte het. En dat is heel boeiend. Als je films... en ik zit nu volop in die oefening met Anna. Omdat Anna nu ook zegt, ik wil dat en dat eens zien en zo. Dus vorige week zagen we... Want het zijn random voorbeelden. Hè? Ja. Maar vorige week zei, om welke reden dan ook, zat daar iets over zien voorbij komen op TikTok, weet ik veel, Fight Club. Oh, gaaf. Ik had dat dus in der tijd gezien. Ja. Nooit teruggezien. Mijn herinneringen waren ook vervaagd. Maar in mijn herinnering was dat een hele harde, rauwe film. Dat blijkt dus een komedie te zijn. Dus ik zie dat nu terug. En dat is een heel geestige film. Die heeft heel veel donker... Dat was mij... Ofwel was mij dat toen ontgaan. Ofwel was ik dat vergeten. American Psycho. Ja. Ook daar heel vage herinneringen. In mijn herinnering, dat is toen heel slecht onthaald. Is ook blijkbaar een career stopper geweest voor Mary Harron, want die heeft nadien alleen nog televisie geregisseerd. Ja, ik dacht van, goh, wil ik dat nu eigenlijk wel terugzien? We bekijken dat en dat is geweldig. Het heeft een onbevredigend einde. Ik hou niet van onbevredigende eindes. Dat zal wel met mij te maken hebben. Maar dat is... Die,
Christian Bale is daar geweldig in. Absoluut. Dat is een geweldige satire. En het gaat dan wel degelijk over de tijdsgeest, maar ondanks dat is het niet verouderd. Want de hele Wall Street-cultuur, of gebrek aan gebrek, cultuur, ja. Dat is nog altijd zo. Dus American Psycho bleek veel tijdlozer te zijn dan je misschien in der tijd kon vermoeden. Dus dat vind ik zeer, zeer boeiend om dingen terug te zien. Mm-hmm. En ook met een generatie die geen voorkennis heeft, die daarnaar zit te kijken. En dat maakt het ook zo moeilijk. Om terug te komen op die vraag tijdloosheid van, ja. En zo. Het is gewoon verschrikkelijk moeilijk om anno 2023 Citizen Kane te bekijken en die te kunnen zien zoals iemand die in 1941 ja. moet ervaren hebben. Dus daar komt een soort... Je kan niet anders dan dat op een of andere manier te proberen objectiveren mm-hmm. en dat te zien in zijn tijdskader. En dat vind ik een moeilijke oefening. Wat ik wel daarin kan vertellen, zeker voor een Citizen Kane, is dat als je die in de cinema ziet, dat dat wel helpt. Want ik heb Citizen Kane, denk vorig jaar, 2 jaar geleden, in een bioscoop in Gent gezien op de big screen. Mm. En dan kan je er wel meer dat effect. Het is nog altijd dat je denkt van, ik weet dat die goed is en ik moet die ergens goed vinden. Maar het helpt wel dat je dan niet kijkt op je klein schermpje waar je kat naast je zit wat is deze? Dat is dan nog iets anders. Het consumeren van films, daar moet ik geweldig aan wennen. Ik ben zo nog... Ik heb nog in cinemas gezeten met een doek die open gaat en het licht al langzaam dimt en zo. Was ze dat nu een immersive experience dat zouden is ook noemen? Zo, ja. En nu zie ik mensen op de trein, op hun laptop, ja, films naar kijken. Marvel-films kijken. Hè? Absoluut. Dan denk ik van, dat is toch anders dan als je dat in de bioscoop ziet. Er is, en sommige films kunnen daar beter tegen dan andere. Of je Ken Loach nu ziet in een grote bioscoop of bij je thuis, ik denk dat qua impact nog wel vergelijkbaar is. Mm-hmm. Maar het is absoluut waar dat er zijn films die gemaakt zijn voor het grote scherm en die ontegensprekelijk anders binnenkomen als je ze thuis zit te bekijken terwijl iemand naast u chips zit te... In de cinema zit ze ook naast u chips te fretten. Maar dat is anders dan dat je het samen doet. Het is die experience van samen in de cinema. Dus in die zin zijn er zoveel elementen dat was eigenlijk een heel lang antwoord op uw vraag waarom reviews eigenlijk zinloos zijn. Er zijn van alle zinloze beroepen die er zijn in de wereld, zit dat toch wel in de top 5. Wel, want ik vind het altijd interessant om dat te openen, want ik heb ook een hekel aan reviews. Laat mij gewoon de film kijken en ik zal hier wel een mening over hebben die dat voor mij werkt. En als voorlaatste, daarna gaan we naar het einde van dit gesprek al. Wil ik nog even gewoon de scores geven. Scores? De scores. Van de IMDb? Onder andere over Lord of War. Ja. Want IMDb geeft hem een 7,6. Dat is zeer goed. Ja. Dat is echt zeer goed. Dat doet me plezier. Rotten Tomatoes. De critics geven hem een 61%. Matig, hè? Maar het publiek, hoger of lager? Hoger. Absoluut, 84%. Ja. MovieMeter geeft het een 3,6 sterren op 5. Maar mijn favoriete review site van alle tijden, bol.com, geeft dit gecombineerd op alle dvd's die ze hebben over Lord of War en de Blu-rays en de 4K's een 4,5/5. Dan ben ik zeer blij dat de film dan in de loop der tijden toch zijn publiek heeft gevonden. Zeker bij bol.com. Roger Ebert heeft deze film ook een 3,5/4 gegeven voor de Chicago Sun-Times in der tijd. En hij heeft ook een speciale erkenning gekregen van de National Board of Reviews voor excellence in filmmaking. Is toch al dat? Het is al iets. Ja. Laatste vraag, beste Jan. De podcast heet niet voor niets National Treasure. Maar in seizoen 1 en in de special ook is het al uitgekomen dat National voor ons niet werkt. Nicolas Cage is helaas geen Belg. We kunnen hem geen nationale trots noemen. Nee. So, Nicolas Cage, is dat nu een international treasure of niet, volgens jou? Ik denk van wel. Zijn cv spreekt voor zich. Als je een carrière kan hebben die ondertussen zijn
vijfde of zesde... Nee, vijfde decennium zal het zijn, zeker. Hè? Nee, ik denk vijfde, ja. Ja, die man is in zijn vijfde decennium. Mm-hmm. Het al gaat over zijn ups en zijn downs. Maar als je vijf decennia meegaat en als je vaststelt dat in die filmografie toch 10-15 films staan die op welke manier dan ook, de ene al wat groter dan de andere, klassiekers kunnen genoemd worden, die nog altijd met een zekere regelmaat op televisie komen, of die door enthousiastelingen zoals jij in podcasts worden besproken, dan heb je een steen verlegd. Hè? Dus ik denk inderdaad dat Nicolas Cage in het pantheon van de Amerikaanse acteurs een heel bijzondere plaats inneemt. Dus ja, ik denk dat Nicolas Cage een international treasure mag genoemd worden. Dankjewel. Dat noteren we op onze grote lijst van mensen die dat willen. Hoe is de score daar? De score tot hiertoe, als ik het heb over alle opnames die we gedaan hebben, is er één iemand die heeft gezegd nee. Hij is geen international of national treasure. Dat was over The Wicker Man. Maar je kan niet de carrière van Nicolas Cage beoordelen alleen op The Wicker Man. Er is geen probleem met Nicolas Cage in The Wicker Man. Er is een probleem met het hele concept en de regie van The Wicker Man. En als acteur ben je uiteindelijk niet verantwoordelijk voor het totaalresultaat. Dus nee, dus daar ben ik het niet mee eens. Je kan Nicolas Cage niet... Het is heel makkelijk om dan inderdaad een aantal films te vinden. Je vindt altijd een stok om de hond te slaan. Absoluut. En dat is ook in het geval van Cage zo. Ik denk dat je kan die vraag alleen maar beantwoorden als je het geheel van zijn carrière overschouwt. Voilà, en dat is wat ik probeer per aflevering. Die hele... oeuvre te bekijken in hopelijk nog meer seizoenen, nog meer films. Ja. En met meer filmfans en makers en acteurs, noem maar op. Jan, ik wil u keihard bedanken. Het was een heel fijn gesprek. Ik heb ongelooflijk veel geleerd. Allee, vooruit. En dank u wel. Graag gedaan. Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage podcast. Na 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 na.